welkom. We zijn vandaag druk bezig met World Cleanup Day. World Cleanup Day is een wereldwijde actie waarbij we zwerfvuil opgaan, maar tegelijkertijd ook wetenschappelijk onderzoek. Dat doen wij vandaag in de gemeente Altena, maar op andere locaties in Nederland ook. En we zamelen afval in, maar we brengen het ook met de app in kaart. En daardoor verzamelen wij de juiste gegevens om oplossingen voor de toekomst te vormen. Marijn, mag ik jou vragen waarom jij vandaag meedoet? Omdat we toch heel veel mensen zijn die gewoon zo al het afval gewoon zomaar op straat werpen. En we moeten onze verantwoordelijkheid nemen en we moeten dat opruimen. En we kunnen nu ook een hele mooie analyse maken van wat er daadwerkelijk nu allemaal in het milieu terecht komt. Wij kunnen ook helpen bij elkaar allemaal, bij elkaar gewoon netjes maken, netjes houden. In het leven is het ook belangrijk om het karmapunten te hebben. Een flinke boete en degene die betrapt worden, gewoon 5 dagen. In de eigen wijk, eigen dorp, gewoon lekker rotzooi oprapen. Doen ze het nooit meer. Verder. De wereld begint bij jezelf. Hè? En vandaar dat we hebben gezegd van nou, laten we eens het goede initiatief van Oerlemans ondersteunen. En op zaterdagochtend het afval in de afrit van 21 is verzamelen. En we zijn eigenlijk wel heel trots dat we erbij mogen zijn. En vind ik super leuk dat jullie ons verwelkomd hebben. Dus dat is eigenlijk een beetje een afval gedacht.